Niet te recht, we zijn te jagen, weg van alle hand. En luister aan de kant, en het hartje van de kant. We stellen wij de katten en de mannen Roosendaal. Niet te recht, het nooit van allemaal. Marcel, je bent op vakantie in Italië. Ja. Waarom heb je gekozen voor Italië? Omdat Italië gewoon een fantastisch land is. Maar wat vind je er zo fantastisch aan? De mensen, de hartelijkheid, gezellig uit eten. En waarom is Italië nou zo mooi? Natuur is heel mooi, heerlijk eten, mensen zijn heel gastvrij, heel vriendelijk. Soms heb je ook een paar van die rare mensen, maar die zijn... maar nou ja, het is heerlijk zo. Wat vind je zo mooi aan het Gardameer? Het Gardameer is gewoon een mooi meer, maar het gaat er meer om wat er omheen gebeurt. Eromheen heb je heel veel plekjes en je hebt campings, agriturismo, hotels. En dan word je altijd hartelijk ontvangen. En wat doe je nou de hele dag? Het liefst laat ik mijn batterijtje even op in het zonnetje. Af en toe ook eventjes een uitstapje naar een stad, even iets leuks bekijken. Af en toe even kijken of nog wat leuks te shoppen valt. Een beetje een combinatie van alles en wat. En met wie ben je hier eigenlijk? Ik ben met mijn vrouw en mijn twee kinderen. En we zijn naar het noorden gekomen, want daar zaten vrienden van ons uit de wijk. En hoe is het nou om die vrienden uit de Kastanjestraat hier weer te ontmoeten in Italië? Ja, dat is vanouds. Dat is gewoon geweldig. Het is gewoon heel leuk, weet je wel. Ik bedoel, we zien elkaar natuurlijk elke keer natuurlijk gewoon thuis, weet je wel. Een beetje hoi buurman, nee buurman, whatever buurman. En nu, nu zien we elkaar weer. Laten we het zo zeggen. En wat heb je nou met die buren gedaan vandaag? Gezopen en gevreten. En dat was lekker. Ja, mensen. Wie wij zijn. En waar vandaan. En dan zeggen wij. En dan zeggen wij. We komen uit het hobby. Hey, doei hè. Dag papa en mama. Dag, ja, ook heel veel voor jullie hoor. Erika is een Inter Milaan supporter en groot fan van Wesley Sneijder. Ik vraag aan haar wat ze zo leuk vindt aan Wesley Sneijder. Allora, io vorrei salutare Wesley Sneijder, che per me è uno dei più grandi giocatori del mondo. E sono una tifosa dell'Inter e lo ringrazio di averci portato a vincere la Champions League insieme ai suoi compagni. È stato uno degli anni più belli e più emozionanti per me. E vabbè, è bellissimo. Sono innamorata di lui. Ero un ultras dell'Inter e l'ho visto spesso a Milano. And what would you told to Wesley personally? Ti prego, torna a Milano, ti prego, torna a giocare all'Inter. Manchi, sei il migliore. Ok, grazie. Prego.